gebouw voor weg- en waterbouwkunde van de Technische Hogeschool in Delft is ter gelegenheid van de Hogeschooldagen 1951 een tentoonstelling georganiseerd over de drooglegging van de Zuiderzee. Reeds in het midden van de 19e eeuw ontwierpen verschillende Nederlandse ingenieurs plannen hiertoe, die echter geen van allen tot uitvoering kwamen. Pas het ontwerp van ingenieur Lely, dat voorzag in 4 inpolderingen, verkreeg de goedkeuring van regering en parlement. Op 28 mei 1932, nadat de eerste polder, de Wieringermeer, reeds was drooggelegd, trad het werk met de dichting van de afsluitdijk in zijn tweede fase. Het middelpunt van de tentoonstelling is een grote maquette. Op een horizontale schaal van 1 op 25.000 en een hoogteschaal van 1 op 80 wordt de waterstaatkundige toestand van de bestaande polders en de geprojecteerde in beeld gebracht. Men ziet onder andere hoe de IJssel zijn water loost tussen de Noordoostpolder, die reeds in cultuur gebracht is, en de Oosterpolder, aan welks drooglegging thans wordt gewerkt. Het geheel is een fascinerend miniatuur van de werkelijkheid. De bezoekers, voor het merendeel studenten, kregen aan de hand van modellen en maquettes een indruk van de wijze waarop de inpoldering en de ontginning in hun werk zijn gegaan en nog gaan. Emmeloord, de bloeiende hoofdplaats van de Noordoostpolder, is een overtuigend bewijs van de grote betekenis der Zuiderzeewerken voor onze nationale welvaart. In Waalwijk in Noord